V12 motor, veel carbon fiber en een glazen sleutel. Welkom bij een nieuwe aflevering van Hart voor Auto's TV. Leuk feitje trouwens dat die deur van een Aston Martin omhoog open gaat. Niet echt een vleugeldeur, maar ja, schuin omhoog vouwt hij hem open. Dat is ervoor gedaan omdat die stoepranden in Engeland een stuk hoger zijn. Daar wordt zo'n auto gefabriceerd en dan raakt hij hem nooit. Handig. We beginnen met de V12 motor van deze Aston Martin Vanquish. Een auto die relatief zwaar is. Die niet echt een sportwagen is, geen diehard sportwagen. Meer een echte Gran Turismo. En dik 1700 kilo zwaar weegt deze Aston Martin Vanquish. En hij is voorzien van een 6.0 6 liter grote V12 motor. Die 573 pk levert. En dat heeft hij ook wel nodig, want 1700 kilo is geen lichtgewicht. Ik noemde net veel carbon fiber. Dit is wat je ziet, een hele grote voorsplitter in het carbon fiber. Maar op deze auto is nog veel meer carbon fiber gefabriceerd. Want de motorkap, je ziet het niet, hij is gespoten. Maar dit is volledig vanuit carbon fiber gefabriceerd om het gewicht enigszins te reduceren. Bijna 5 meter lang deze Aston Martin Vanquish. Een echte sportcoupé die meer GT is als een echte sportwagen. Maar bovenal een hele mooie auto. En een mooie auto hoort ook heel erg mooi te klinken. En toevallig is Aston Martin daar ontzettend goed in geslaagd. Want de V12 motor in deze auto klinkt echt geweldig. Als we hem starten, dat doen we met deze glazen sleutel van Aston Martin. Die stop je dan in het dashboard. En als ik hem dan indruk. Ja, en dat is echt heel erg fijn. Echt heel erg fijn. Ik heb hier dat grote vierkante stuur in mijn handen. En we gaan sturen met de Passion Without Limits Aston Martin Vanquish. Dat is nou een van de voordelen van rijden met een Aston Martin Vanquish. Want die 6 liter V12 motor klinkt echt. Als een piano, zo mooi. Veel diepe klanken, lekkere ruige, rauwe roffel. Nou, dat zijn de positieve punten van deze Aston Martin Vanquish. We gaan het toch even hebben over de problemen van deze auto. Want ja, ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met zo'n Aston Martin. En het is niet de eerste keer dat ik rijd met een Aston Martin. En ook zeker niet de laatste keer, want het blijft bijzonder. Bijzonder in positieve en bijzonder in negatieve zin. Want deze Aston Martin, nou ja, om te beginnen, 6 liter V12, 573 pk. Een dikke sprint van 0 naar 100 km per uur in 4,1 seconden. Prima, lekker vlot, niet extreem snel. Zeker niet als je weet dat deze auto 573 pk heeft. Maar goed, 1700 kilo, gelijk een van zijn problemen. Het gewicht natuurlijk, maar het is een GT. Dit is een auto waarmee je lekker gaat cruisen. Die een mooie V12 motor heeft, die lekker oppakt. Geen turbo's, gewoon een lekkere, krachtige GT. Waarmee je eigenlijk zou zeggen van, nou, daar ga ik mee op vakantie. Maar dan ga je instappen. Doe je die deur open, je loopt er eerst al naartoe. Denk je, wauw, wat is deze auto mooi. Doe je die deur open, gaat dan net even een tikje omhoog. Super chic. Dan kijk je naar dat interieur voordat je instapt. Dan denk je, wow, dat ik hierin mag gaan zitten. En die sleutel, die glazen sleutel die je in het dashboard mag stoppen. Ja, en dan die V12 tot leven brengt. Nou, dan denk je, mijn dag kan niet meer stuk. Dan ga je zitten. Dan zitten die stoelen.
die er zo mooi uitzien, toch iets minder lekker als dat je in eerste instantie had verwacht. Dan heb je dat enorme vierkante grote stuur in je handen dat je denkt van, ga ik een vrachtwagen besturen? Dan probeer je de navigatie van je bestemming in te typen. Dan denk je, jezus, dit systeem uit de Ford Focus, zeg maar, is echt dramatisch slecht. Dan ga je rijden, geef je vol gas, geniet je van die V12, word je weer even heel erg blij. Maar dan doe je aan die pedals drukken om op te schakelen of terug te schakelen. Nou, dan denk je van, nou, ik zit in een Fiat Cinquecento met een gerobotiseerde handbak die echt zo sloom schakelt met zoveel... Nou, gewoon idioot. Ja, dan denk je, wat is dit nou? Een auto waar je bijna 300.000 euro of wel meer voor moet betalen. Hij loopt net geen 300 km per uur, 295. Dat zijn nou net van die puntjes dat je denkt, Aston Martin, ik snap wel waarom jullie fabriek niet zo heel lekker draait. De stiknaden op het dashboard, hartstikke mooi, maar het leer begint een beetje te krullen na een tijdje. Ja, het is niet mijn auto, daar ben ik nu al wel achter. Maar toch, als je er dan in rijdt en even je raam open doet, dan is die klankenkast die ze in Engeland hebben weten te bouwen wel weer heel erg lekker. Dus ja, ze zijn ergens ook wel weer heel erg goed in. Want beleving qua geluid en hoe het eruit ziet, bizar. Echt, echt, dit is echt een mooie auto. Het lijnenspel, de details die erin zitten, het carbon fiber, de ja, combinatie tussen chic en sportief, supergoed. Ze laten alleen net even steekjes vallen, ja, op punten die voor mij heel erg belangrijk zouden zijn. Dus leuk om een keer mee te rijden. Echt een gave ervaring. Maar absoluut geen auto die Pieter gaat kopen. Mocht je het toch leuk vinden om dit een keer te ervaren, meld je bij Passion Without Limits. Ga rijden met die Vanquish en ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.